Javi mocht zaterdag 6 oktober met de camera het terrein van Rock Ter Nat op om volgend verslag te maken. Met een prachtige line-up wisten ze in Ter Nat het nakende einde van het festivalseizoen nog heel even uit te stellen. Naast oude rotten uit het vak sierde ook heel wat jong talent het podium. Onder hen heel wat bands die het ver geschopt hebben, zoals de Black Box Revelation en Freaky Age. Tussen de optredens door kon het jong geweld zich uitleven op pompende beats. Met hun Amerikaanse avontuur houdt de Black Box Revelation de droom van elke jonge muzikant staande. Ook op Rock Ter Nat speelden ze het publiek plat. Kort maar krachtig, het was de max. De organisatie had ook nog een extraatje in petto. De sofa-sessies. Goedenavond allemaal. We zijn Freaky Age. We gaan hier akoestisch een paar nummertjes voor jullie spelen. Ik zou zeggen, doe ik rust verder, want dat je bent. En dat is... Internat is voor ons altijd een beetje een speciaal optreden. Wij zijn opgegroeid in Internat, we hebben hier ons verhaal zeg maar, een beetje begonnen. We hebben nu Rock Ter Nat gespeeld in 2006, 2008, 2010, 2012. Dus... Ja, dat komt om de twee jaar. Jenny en Matthias hadden ook nog een goede raad voor toekomstige muzikanten. Luister naar niemand gewoon. Doe zoveel mogelijk zelf. Dat is een heel grote misopvatting van jonge bands die zeggen van als we een professioneel boekingskantoor, een professioneel management en als we ons gaan omringen met mensen die het zogezegd goed moeten doen. Als je het zelf doet, dan gaat het waarschijnlijk veel beter zijn. Dus zo de nagel in de kop. Poets! Erop.